Kjeld Dengbes, 3 punten, dat is eigenlijk het enige wat telt, hè? Absoluut, op dit moment wel. De eerste 2 wedstrijden, ja, 0 punten. Dus wil je graag een keer winnen en dan is het heel lekker dat het dan vandaag thuis gebeurt. Ja, ASW op voorhand natuurlijk een lastige tegenstander. Als je bekijkt dat ze uit de tweede divisie zijn gedegradeerd. Maar volgens mij viel er op die 3 punten niet zoveel af te dingen, toch? Nee, volgens mij ook inderdaad wat je zegt. Voorhand, ja, moeilijke tegenstander. Natuurlijk, elke ploeg bij ons in de competitie is gewoon een goede ploeg. Alleen, als je naar de wedstrijd kijkt, is het gewoon dik en dik verdiend. Hebben hun in ieder geval geen aanspraak gemaakt op 3 punten. Nee, die 1-0 viel al vrij snel in die eerste helft. Toch lang niet veel kansen. Ja, op een gegeven moment dan krijg je toch een beetje wat je misschien verwacht. Dat Stappers wat ruimte krijgt. Maar het belangrijkste is denk ik voor jullie dat je eigenlijk ook niet veel meer weggeeft in die slotfase. Ja, inderdaad. Volgens mij hebben we 2 keer verloren. 2 keer 2 goals tegen zo. Dus ja, je moet gewoon niks weggeven. De nul houden. Even zelfvertrouwen halen voor de keeper, voor de verdedigers. Nou, dat deden we vandaag gewoon goed. We hebben niks weggegeven verder. Nou, en inderdaad wat je zegt, er kwam ruimte. En dat hebben we minder goed uitgespeeld. We hadden meer moeten scoren vandaag. Je bent bij Stappers gekomen en we hebben je een wedstrijd op middenveld zien voetballen. Uiteindelijk ben je naast Dirk Muis achterin beland. Hoe is dat zo verlopen? Kun je dat eens delen met ons? Ja, nou ja, de trainer die zijn eerste wedstrijd tegen HSC zette die me centraal achterin. Snel daarvoor naar het middenveld. Nou, en uiteindelijk toch naar achterin. Daar vond hij me wat zekerder voetballen. En ja, zo komt het uit met de personen. Voor mij maakt het niet uit of ik op middenveld sta of achterin. Het is natuurlijk extra lekker voor jou als verdediger om dan de nul te houden. Eventjes terug naar wat maatjes geleden toen bekend werd dat je naar Stappers zou komen. We gebruiken dit gesprek ook even om iets beter kennis met je te maken. Hoewel de mensen die je natuurlijk al vaker in actie hebben gezien de afgelopen weken. Je bent wat later in het seizoen werd bekend dat je naar Stappers kwam. Kun je eens vertellen hoe die overgang tot stand kwam? Ja, ik denk dat voor heel veel mensen het wel duidelijk is dat ik bij Hoogeveen na een akkefietje uiteindelijk zelf heb besloten om niet verder te gaan bij Hoogeveen. Ik had daar wel toegezegd om te blijven. Uiteindelijk toch besloten dat ik niet wou blijven. Ja, en dan echt op het einde bood Stappers me een tweede kans. Want ik was er in de winterstop ook op gesprek geweest. Toen had ik nee gezegd om bij Hoogeveen te blijven. En uiteindelijk geeft Stappers me toch een tweede kans. Dus ja, die hebben me beide handen aangegrepen. Je was dus al in gesprek geweest. Dus jullie hadden wel interesse in elkaar, laten we het zo zeggen. Waarom is dit een mooie stap voor jou? Ja, ten eerste, het is gewoon een niveau omhoog. Ja, ik ben nog hartstikke jong. Ik wil gewoon mezelf wat uitdaging geven en nou, die kan ik hier vinden. Ik moet zeggen dat ik hem ook wel bij Hoogeveen had, de uitdaging. Alleen ja, ik vind dit gewoon een stapje omhoog. Het is weer wat nieuws. Het is weer een frisse start. Dat je gewoon weer opnieuw kan beginnen en jezelf weer opnieuw kan laten zien. Het is natuurlijk gewoon op papier een stap omhoog, hè, naar de derde divisie. Maar waar merk je dat nog meer aan, dat dit echt een stap omhoog is? Ja, ik merk het ook wel in de groep. Jongens qua achtergrond wat ze hebben gehad, zeg maar. Heel veel jongens die ja, heel veel met tactiek bezig zijn. Nou, dat vond ik, dat is echt wel een stap. De faciliteiten is ook gewoon een stapje in te zien. En je kan het zien, zo'n grasmat als dit is ook een fantastische mat. Ja, ik wou net zeggen, hoe is het om weer op gras te voetballen? Ja, dat is echt genieten. Ja, ja. Alhoewel, Hoogeveen krijgt nou wel een nieuw kunstgrasveld. Maar ja, om eindelijk weer op gras te voetballen. Lekker elke thuiswedstrijd, dat is wel genieten. Je bent dus in het centrum terecht gekomen. Nou, als je elke week de nul houdt, dan zal dat wel niet zo snel veranderen. Wat voor verdediger ben je? Hoe zou je jezelf omschrijven? We moeten het hebben, volgens mij samen met Dirk, van onze traptechniek en van de duels aangaan. En ik ben graag aan de bal. Wil als het kan voetballen, als ik de ruimte zie. En inderdaad, wat ik al zei, lekker in de duels aangaan. Dat zijn wel sterke punten. Nou, komen drukke weken aan. Harkema's Boys eerst dan opnieuw een uitwedstrijd. Dus jullie kunnen aan de bak. Hoe staat het fysiek erop in de ploeg en bij jou zelf? Ja, fysiek volgens mij staat het voor de jongens die fit zijn, staat het er prima op. Alleen, we hebben wel een aantal wat blessures natuurlijk in de groep. Algemeen bekend. Volgens mij gaat het ook goed met die jongens dat een paar deze week weer aan willen sluiten of in ieder geval stapjes aan het maken zijn. Dus we worden fitter en fitter. Dat is een goed teken. Gaan we straks ook aan de trainer vragen. Nogmaals welkom bij Stappers en gefeliciteerd met de punten. Dankjewel.